11 mei gaan de winkels wellicht weer open, maar ze moeten er alles aan doen om het veilig te houden voor klanten en personeel. Zo heeft een saxofoonbouwer uit Brugge een eigen kast ontworpen waarin hij saxofoons die klanten eens getest hebben in 2 minuten tijd weer steriel maakt met UVC-licht. Hier in zijn atelier in Brugge herstelt en bouwt Karel Goedgebeur saxofoons. Klanten komen nog niet naar de zaak, maar Karel gaat met zijn muziekinstrumenten tot bij de mensen thuis. Mensen testen de instrumenten. Maar het probleem is, we hebben geleerd uit de media, dat COVID-19 tot zelfs 3 dagen kan overleven op harde oppervlakken zoals metaal en glas. Dus wat deel ik dan telkens? Telkens zette ik de instrumenten die niet verkocht waren, toch 5 dagen in quarantaine. Karel zocht en vond dan ook een snellere manier om zijn instrumenten weer steriel te maken via een oude techniek, UVC-licht. UVC-licht is eigenlijk al van in de jaren 1800 bekend als een zeer sterk ontsmettingsmiddel eigenlijk. Het heeft slechts 2 tot 5 minuten nodig en dan is de saxofoon eigenlijk steriel. We werken ook met diverse reflectoren in de kast om te zorgen dat het licht ook echt overal terecht kan komen eigenlijk. Karel vindt het belangrijk om veilig te werken tijdens deze crisis. Hij weet wat het is om heel erg ziek te zijn. In 2015 werd de Mexicaanse griep hem bijna fataal. Een levenservaring waaruit hij lessen heeft geleerd. Heel veel mensen zijn nu beginnen sporten. Ik hoop dat mensen dat ook zullen blijven volhouden. Want een gezond lichaam is in staat om toch heel wat ziekten aan te kunnen. Heel wat mensen zijn besmet geweest met COVID-19 en hebben het nooit doorgehad, omdat hun lichaam zelf in staat was om er tegen te vechten.